In de vorige aflevering heb ik de Cricut Maker uitgepakt en klaargemaakt voor gebruik. Maar we hebben er natuurlijk nog niets mee gesneden. Daar gaat vandaag verandering in komen. Ik ben ook constant bezig met het pimpen van mijn studio. En voor vandaag heb ik ook weer wat leuks meegenomen. Wil je weten wat het is? Blijf dan kijken naar deze nieuwe aflevering van Plotteren met Ellen. Mijn naam is Ellen en wat leuk dat je weer kijkt. Ik heb een bloemenvaas meegenomen en die ga ik bestickeren met de Metamark M4 Gloss. Dus ik zou zeggen, laten we snel aan de slag gaan. De Cricut Maker heeft een andere software dan de Silhouette Cameo waarmee ik tot nu toe heb gewerkt. De software van deze Cricut Maker heet Design Space en deze heb ik al opgestart. Ik ga hier naar nieuw project. We willen in eerste instantie een tekst maken, dus ik ga hier links in de balk naar tekst. Dan typ ik vervolgens de tekst die ik graag op de vaas wil hebben. Nou, hij heeft gewoon een standaard lettertype geselecteerd, maar ik wil graag een ander lettertype. Hierbovenin zie je dat je drie mogelijkheden hebt. Je hebt alles, systeem en Cricut. Heb je nou een Cricut Access abonnement? Dan kun je bij alles, eigenlijk bijna alle lettertypes, gratis gebruiken. Maar heb je dat nou niet, dan kun je het beste gewoon naar systeem gaan. En dan selecteert hij automatisch alle lettertypes die op je computer staan. Nou, in dit geval ga ik dus naar systeem. Zoek ik hier een lettertype uit. Even zien. Ja. Kijk, dan zet hij hem automatisch om. Ik kan hier ook al direct de afmetingen van de afbeelding zien. Hij mag in dit geval iets groter worden op de vaas, dus ik trek hem hier wat uit. En je ziet hier bovenin dat ook automatisch de grootte van de lettertype aangepast wordt. Je kunt dat ook handmatig gewoon wijzigen. Zo. Nou, dan hebben we de tekst al klaar. Maar we willen in dit geval ook graag een afbeelding erbij op. Nou, daarvoor ga ik hier links in de balk naar afbeeldingen. Let er altijd even goed op dat je hier bovenin bij categorie alle afbeeldingen geselecteerd hebt. En dan kun je hier dus een ruime keuze maken uit verschillende ontwerpen. Heb je nou een Cricut Access abonnement, dan kun je het filter gratis uitzetten. Dan krijg je alles en kun je van de meeste dingen gewoon gebruik maken. Heb je dat nou niet, dan zet je het filter gratis weer aan. En dan zie je in beeld welke ontwerpen je in dat geval kunt gebruiken. Nou, ik wil nu graag een bloemetje, dus ik typ hier in de zoekbalk bloem. Er komt al van alles tevoorschijn, dus ik ga even iets naar onderen om te kijken welk ontwerp we vandaag gaan maken. Nou, dan moet hij wel meewerken. Ja. Even zien. Ja. Deze vind ik leuk, dus die klik ik aan en vervolgens ga ik naar toevoegen aan canvas. Nou, dan komt hij hier in beeld. Het is een afbeelding op dit moment met één kleur, maar ik wil er graag een tweekleurig ontwerp van maken. Dus wat ik ga doen, ik selecteer de afbeelding en ik klik hier bovenin op dupliceren. Nou, dan zie je dat hij nog een keer verschijnt. Dan klik ik de originele afbeelding aan en ga ik hier rechtsonder in het scherm naar contour. En daar kun je dus delen van een afbeelding aan of uitzetten. Nou, in dit geval klik ik hier in het midden, waardoor die dus eigenlijk de hele omlijning weghaalt, dus de basis. En vervolgens klik ik net hier buiten de afbeelding en dan zie je dat hier alleen nog maar de binnenste deeltjes verschijnen. Dat is goed. Dan ga ik vervolgens naar de gedupliceerde afbeelding. Die klik ik aan en ik ga hier rechts onderin weer naar contour. En dan zorg ik er dus voor dat alle kleine onderdeeltjes uitgeschakeld worden. Die moet ik wel even allemaal één voor één aanklikken. Dus dat duurt eventjes. Je kunt ook zien dat de kleur wijzigt zodra je iets uitzet. Dus je moet altijd even goed controleren of je alle gewenste onderdelen nou daadwerkelijk uit hebt gezet. Even kijken, volgens mij moet ik er nou nog één. Even zien. Die nog. En deze nog. Zo. Als ik nu weer naast de afbeelding klik, dan zie je dat alleen de basis nog overgebleven is. En dat is ook wat we willen. Dus dat is goed.
Nou, dan ga ik hier in dit geval er een twee kleuren project van maken. In principe is het gewoon zo, welke kleur folie je erin maakt, die kleur ontwerpt wat het. Maar het is wel voor de afbeelding even mooi om dat goed te hebben. Dus ik ga hier bovenin de kleur zwart maak ik voor de basis geel. En de kleine onderdelen die verander ik hier bovenin in rood. Zo. Nou, dan is het ontwerp in principe klaar. Dan kan ik hier rechtsbovenin naar Make It. Ik zie hier ook dat mijn Cricut Maker al geselecteerd is. Let daar ook altijd goed even op. Ik klik op Make It. Nou, dan zie je hier dat, het hele ontwerp verdeeld is in drie snijopdrachten. Nou, de eerste snijopdracht is de tekst en de overige twee zijn voor de afbeelding. Nou, de materiaalafmetingen. Ik ga op dit moment op een mat snijden. Dus die is 30,5 bij 30,5. Dat staat dus goed. Ik hoef dit project niet in spiegelbeeld te snijden omdat het om vinylfolie gaat. Dus dat is ook goed. Dan kan ik dus klikken op verder gaan. Dan gaat hij verbinding maken met de machine. Nou, dan kan ik vervolgens hier het basismateriaal instellen. Ik maak in dit geval geen gebruik van Cricut materialen, maar ook andere materialen gaan prima. Nou, het materiaal wat we willen gebruiken staat hier al tussen. In dit geval vinyl. Dus die selecteer ik. Dan geeft hij ook aan, laat het gereedschap. Hij geeft standaard al aan welk mesje je moet gebruiken. Dat is in dit geval het standaard mes. Nou, die zit standaard bij de machine geleverd, zoals je in de vorige video hebt kunnen zien. Dus die zit er al in. Dan is het nu tijd om het materiaal te laden en kunnen we aan de slag gaan met het snijden. Wist je dat je met vinylfolie ook schablonen kunt maken? Om bijvoorbeeld een glazen vaas te etsen of te verven? Je pelt dan precies het tegenovergestelde van normaal. Dus als je een tekst hebt, dan pel je de tekst in plaats van de omliggende folie. En vervolgens kun je aan de slag met de etspasta of de verf. Ziezo, de ontwerpjes zijn gesneden en ik breng nu de beschermlaag weer aan op de snijmat voor het behoud van je mat. Tijd om te pellen. Nu gaan we de folie appliceren. Vervolgens ontvet ik de vaas met de Proca ontvetter. Kijk toch eens wat een gezelligheid. De materialen die ik voor deze video heb gebruikt zijn een Cricut Maker, een Cricut Mat Light Grip, de Metamark M4 Gloss in de kleuren Black, Cherry en Medium Yellow, de Proca Ontvetter, de ProWrap Raco, de Caesar Weeder Pelhaak en de P160 Transferfolie. Al deze materialen zijn te bestellen via onze webshop. Dit is alweer het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je weer iets geleerd hebt en graag tot ziens bij de volgende aflevering van Plotteren met Ellen.